Dimitri, 1-1 tegen Lierse, een zeer sterke prestatie. Tevreden over de nestig? Ja, ik denk dat we vooral moeten tevreden zijn over het spel dat we gebracht hebben. De uitslag, ja, 1-1 thuis is niet super, maar tegen Lierse is dat toch wel een resultaat waar we vooraf tevreden mee gezien. Alhoewel, de tweede helft hebben we wel nog een betere kans gehad, denk ik. Ja. Ook van jou persoonlijk een heel sterke partij, een aantal hele mooie reddingen gedaan. Ja, maar ik denk dat een andere keeper er ook goede reddingen gedaan, dus daarvoor sta je er. Het was een mooie match en daarvoor ben je er als keeper om de bal te pakken. En ik zeg met veel volk dat er was vandaag. Is dat leuker als speler om te voetballen in zo'n atmosfeer? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik hier in Waasland ben, dat ik het zo vol geweten heb. Allee, zeker van de kant van Lierse. Zo heb ik nog nooit geweten dat het helemaal vol zat. Het is echt een plezante sfeer om te spelen. Ja. Volgende week, als jij de nul houdt en Hervé trapt er eentje in. Ja, dan zitten we in de eindronde. Inderdaad, inderdaad. Door het back tekenen. Ik hoop echt dat we daarom terug, zoals vandaag, een goede match spelen. En dan zien we wel. Ik denk in de competitiematch dat we Ginter gespeeld hebben, tot op het moment dat Van Gele rood pakt, waren we zeker niet de mindere van Lierse. Dus ik denk niet dat we daar schrik moeten hebben. Oké, dus we gaan door. Ik hoop het toch. Ja.